Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Oh mijn god. Oh, ik kom net binnenrennen met een mond vol eten. Knolpower. En met de deur dus nog open. Dus als jullie het niet erg vinden, doe ik even. Ik heb de lampen nog even aangedaan. Dankjewel allemaal voor Happy New Year. Jullie ook een Happy New Year. Zo, ik heb snel gegeten. Ik wilde het redden op tijd. Maar ik heb zo snel gegeten dat ik helemaal mijn boeren en alles. Knolpower. 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 Hey! Oi, oi, oi. Knolpower. Zo, dames en heren. Ik zal even lekker muziekje aandoen. Even kijken. Knolpower. Oh yeah. Lekker muziekje hoor. Woe! Knolpower. Kijk eens wat ik hier heb liggen. Woe! Knolpower. Pap, 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 pap. We gaan vanavond Mario Party doen. Met Thijs, oftewel Benny. Met Janneke en met Myron. Dus dat wordt sowieso superleuk. Oh, het nieuwe jaar, dames en heren. Het nieuwe jaar, 2022. Dan gaan we lekker gamen natuurlijk. Oh, het is hier ook warm. Ik moet even ramen openzetten. Dit is... wacht even. Knolpower. Knolpower. Oei, oei, het is warm hier. Zo, ik heb het gevoel dat ik allemaal nog eten heb bij mijn mondhoeken. Voor alle mensen die vragen, wat gaat er precies gebeuren vandaag? Enzo, ga je Minecraft doen, ga je Fortnite doen? Ik zal de planning meteen vertellen. We gaan Pokémon pakjes openmaken. En dan met we bedoel ik en Thijs. We gaan heel eventjes een spelletje doen wat ik nog niet ga zeggen, omdat Thijs dat niet mag horen. Dat mag hij pas horen als hij hier bij mij is, hier naast mij. Knolpower. En dan gaan we Mario Party doen met z'n vieren. Janneke, Myron, ik en Thijs. Er is een nieuwe Mario Party of zo. Tenminste, volgens mij heb ik de oude. Ik weet niet precies. Thijs had het daar net over. Dus die moet ik dan nog eventjes kopen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Doe je nog FIFA en zo? Zeker weten. Ik moet wel zeggen, één dingetje. En dat is belangrijk om even rekening mee te houden. Het liefst wilde ik helemaal een gekke intro doen en boom, 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 boom. En Happy New Year en boom, dit is de eerste livestream. Maar ik heb knijters veel jeuk in mijn nek. Ik heb ook een beetje pijn in mijn nek. En ik moet een beetje oppassen met hoe ik beweeg. Met mijn hoofd en ook qua enthousiasme en zo. De meeste mensen weten het denk ik wel. Maar ik heb een operatie gehad in mijn nek. Het is niet echt een mega operatie dat je denkt hoe. Want ik bedoel, ik denk dat je pas echt een mega operatie hebt als je onder narcose moet. Voor dit kreeg ik 6 verdovingsspuiten in mijn nek. En toen hebben ze een snee gemaakt van 3,5 centimeter. En daar hebben ze 5 haarzakjes in totaal uitgehaald. En ik kan het laten zien. Je hoeft niet weg te kijken. Het ziet er echt niet heftig uit. Tenminste, tenzij het is gaan bloeden, maar ik denk het niet. Knolpower. Kijk. Wat je dus ziet, zijn 3 hechtpleisters. Die moeten erop blijven zitten tot 13 januari. 13 januari ga ik naar het ziekenhuis en dan moet ik alle 4 de hechtingen eruit laten halen.
Tot die tijd, tot 13 januari, mag ik niet sporten, niet tillen. Dus eigenlijk mijn vlogcamera van 4 kilo is al te zwaar. Maar ja, ik heb toch al gevlogd. Maar ja, goed, je moet toch altijd ook even een beetje je grens opzoeken. Dus ik mag niet sporten, niet tillen. Ik mag niet intensief bewegen, valt eigenlijk onder sporten. Ik mag niet te veel met mijn hoofd bewegen. Ik kan nu naar links kijken. Dat trekt wel een beetje op het einde. Hoe meer ik kijk, hoe meer het trekt, logisch. Ik kan naar rechts kijken. Ik kan best wel goed omhoog kijken. Maar naar beneden kijken, dat kan ik niet heel ver. Want dat komt omdat dan gaat mijn nek natuurlijk trekken. En het belangrijkste waar ik me aan moet houden, zijn deze regels. Als ik me hier niet aan hou, dan kan het open gaan. Dan kan de wond scheuren. En als de wond scheurt, dan krijg je 1, kans op infecties. En 2, het wordt echt een super lelijke plek in je nek. Want ja, de litteken wordt dan echt verschrikkelijk, want dat ziet er dan niet uit. Ik krijg sowieso natuurlijk al een litteken in mijn nek. Maar hoe meer gek ik doe, hoe meer ik beweeg, hoe meer ik til, hoe meer druk ik erop heb, hoe grotere kans dat het er lelijk uit komt te zien. Plus hoe grotere kans dat het open gaat, dus kans op infecties. Dus ik moet wel een beetje rekening houden met hoe en wat. Maar zoals jullie weten, de vaste planning is elke zondag van 6 tot 10:30 live op Twitch. En ik kan jullie vertellen, en ik hoop dat daarvoor wel even een hype in de chat kan komen. Sowieso is de hype train level 5 nu bezig. Ik ga heel het jaar 2022 voor alle Twitch liefhebbers en volgers weer livestreamen. Dus ik hoop dat jullie daar heel erg blij mee zijn. Ik heb echt hele leuke dingen op de planning, waaronder ook deze livestream heel veel giveaways om jullie gewoon een goed begin van 2022 te geven. Dus ik hoop echt dat er wat mensen gaan winnen die eigenlijk nooit iets winnen en die gewoon in één keer allemaal MSI-spullen thuisgestuurd krijgen. Sowieso shout-out naar MSI, sponsor van elke livestream en ook sponsor van alle giveaways, hashtag ad, et cetera. Dankjewel voor iedereen die opnieuw abonneert. Ook bijvoorbeeld naar John, die nu eventjes 10 cadeau-abonnementen doet. Dankjewel daarvoor. Er komen nieuwe logootjes aan, want er zijn dus nu mensen die al langer dan 12 maanden sub zijn. En 12 maanden is de ziekste sub die je kan hebben. En ik heb nog even iets anders. En dat wil ik er ook in gooien. We nemen afscheid van Bas, de weekend editor. En nee, en dat zeg ik alvast op voorhand, ik heb geen gezeik met Bas. Ik heb geen ruzie met Bas. Bas en ik zijn nog steeds vrienden. Maar Bas die heeft een jaar lang voor mij de weekendvlogs geedit. En dat doet hij nu niet meer. Bas die gaat iets anders doen voor zichzelf. Die vindt het editen in eerste instantie sowieso niet leuk. Hij heeft het eigenlijk meer gedaan als gunst voor mij, om mij te helpen. Maar ja, hij heeft dat nu een jaar lang gedaan. Dankjewel RSS Beast voor de 10 gifted subs. Shout out naar jou. Dus Bas die edit de weekendvlogs niet meer. Dus heb ik bij deze een oproep. Dus als jij dit ziet en jij bent een editor, jij bent 16 jaar en ouder en jij wil mijn vlogs editen, dan is dit jouw kans. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even een subje te nemen op mijn Twitch. Want op die manier weet ik gewoon van oké, hij is serieus. Hij is bereid om een sub te nemen. Dus hij is serieus. Want als ik een mailadres ga opgeven, dan krijg ik ook heel veel mailtjes waar ik niks aan heb. Dus ben jij serieus? Ben jij 16 jaar en ouder en wil jij de weekendvlogs van mij editen? Zorg dan even dat je naar mijn Discord komt. In mijn Discord staat een aparte tab, een apart kanaal met editor. En daar kan je dan gewoon even vertellen van hey, ik ben die persoon, ik ben 16 jaar en ouder of ik ben 17 of 18 of 19. En stuur dan ook meteen even in dat kanaal een linkje met daarbij jouw geëdite video. Mag een video zijn die je hebt geëdit voor iemand anders of voor een project of voor een bedrijf of wat dan ook. Maar ik ben in ieder geval op zoek naar een nieuwe weekend editor. En ja, de vlog die vandaag online is gekomen heb ik dus ook zelf geëdit sinds lange tijd. Yay! De vlog is een uur en een kwartier geworden. Dus daar was ik iets van 4-5 uurtjes mee bezig. En je moet er dus ook van uitgaan dat je ongeveer per vlog 4-5-6 uur bezig bent. Dus ja, het is wel een serieuze weekendbaan. Je bent eigenlijk wel 6 uur per dag bezig. Maar ja, dat is 2 dagen in de week, 6 uur per dag. En je krijgt er gewoon leuk voor betaald, eerlijk is eerlijk. Shout-out naar Bas. Dankjewel voor een heel jaar lang de vlogs editen in het weekend. Altijd voor me klaargestaan, dus dat waardeer ik enorm. En we hebben nog steeds contact, ook vandaag nog. Dus niks aan de hand, geen probleem. Dus shout-out naar Bas daarvoor. Dankjewel voor de level 5 hype train. Echt niet normaal. Ik moet echt heel stuk scrollen naar beneden om iedereen een beetje te zien die heeft gesubbed.
Maar zoals jullie weten, ik wil altijd iedereen bedanken. Dus ook bij deze Marvan, Maddie, Emma, Koelemoeter, Lixie88, Xanalor, Darko, Jens en Nanu. Dankjewel voor jullie suppies allemaal. Ook een paar prime suppies ertussen, wordt gewaardeerd. Laurens, dankjewel voor je gifted sub aan Robmeister. Harley Quinn, Freak, dankjewel. Leuk dat je weer bij bent. Thanks voor je gifted sub aan Red Hunter. Clowntje, Jefke, Jerda, Esther Verhaar, 2680, Marijn, Annelie de Pinguin, Ruben Vlaar 9, Ramon 81, Daphne, Mike van Dijk 1997, Superfrisk 2, Matt D, W 420, Charlotte P en Robin F 0180. Shoutout aan jullie, thanks allemaal voor de suppies. Flamoesje Denk, dankjewel voor je 3 gifted subs, wordt gewaardeerd. Super tof dat er meteen zoveel mensen de stream support van 2022. ZeroX80S, dankjewel voor je sub. Stalker, dankjewel voor je donatie. Met als tekst erbij, gelukkig nieuwjaar. Mag 2022 een mooi jaar worden voor jou, Myron en al je vrienden, familie en fans. Groetjes uit België. Dankjewel. Dankjewel, dat is super lief van je. Ik wens jullie ook allemaal een prachtig 2022. En mijn bedoeling, en ik denk, en dat had ik ook in een vlog gezegd die vandaag online is gekomen, voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Mijn bedoeling was om 2021 weer zo leuk mogelijk te maken. Vooral voor de mensen die even niet lekker in hun vel zitten, die het moeilijk hebben, die een beetje trammelant hebben. En ik denk dat ik met trots kan zeggen dat het aardig goed is gelukt om veel mensen weer een lach op hun gezicht te krijgen. Ook al is het maar voor eventjes, ook al is het alleen eventjes met de vlog of alleen even met de livestream. En dat is ook mijn doel weer voor dit jaar. Om mensen te laten lachen, om mensen eventjes uit hun negatieve bubbel te krijgen en gewoon eventjes lekker te laten lachen. Of dat nou is lachen om mij omdat ik gewoon grappig ben. Of omdat ik gewoon mezelf voor schut zet. Maakt niet uit. Als je maar gewoon eventjes lekker kan lachen. En eventjes ergens anders aan denkt dan de negatieve bubbel waar je in zit. Dus ik hoop dat dat dit jaar weer gaat lukken. Dus daar ga ik in ieder geval echt mijn best voor doen. Jeffrey Bell, dankjewel voor je sub. Rebecca, dankjewel voor de 500 bits. Eurotjes 88, dankjewel voor je sub. Quinten VMS, Creeping Pack 3, Starqueen 797, Winten, Linktijger. Harry Styles, dankjewel voor jullie subjes allemaal. Grammetje 84, dankjewel voor je 5 gifted subs, shout out naar jou. Jentel, Demi, Laura, GamerunNL, Geeky Designer, Ismael Keyboard, MVDE 2000, dankjewel zelfs voor de 13 maanden sub. Holy moly gast, dan ben je er al gewoon vanaf het begin bij. Okius, Remco 1991, Iris van de Galien, Kelly, dankjewel voor jullie subpies. Twan, dankjewel voor je donatie. Dankjewel Twan KP. Sasha NL, Scarville, Koelemoeter. Dankjewel voor jullie suppies. Stacy, Kitty, Kolk, Wolfie, Warri Junior, Rode Queen, Chrisje Toon en Kelly 2000, Banaan en Van der Broeka. Dankjewel voor jullie suppies. Dames en heren, het houdt maar niet op. Het is ongelooflijk. Hansie Bakover, leuke naam. Dankjewel voor je 6 maanden sub. GTR D12 en Plette 1988. Dankjewel voor de 300 bits. Ik begin het jaar in quarantaine na een positieve test. Hoe vervelend is dat? Maar hey, je kan in ieder geval de hele stream kijken van begin tot eind. Dus we gaan in ieder geval ons best doen om jou te entertainen terwijl je in quarantaine zit. Joey Soeverein, dankjewel voor je gifted sub aan Julian. Jason Verhelle en Mitchell en Lotte Maden 1997, dankjewel voor je sub. En nu ben ik er weer bij. Dus laten we beginnen met de livestream. Laten we ook beginnen met, met de aankondiging van de gast die als eerste mee gaat doen in de livestream. Cappuccino, dankjewel voor de 5 gifted subs. 5 maanden sub, dankjewel. En zo scherp blijven. Sowieso, Myron, als je de livestream op hebt in de woonkamer, een cappuccino, nu ik het subje krijg van hem. Ik moet zeggen, ja, je begrijpt de hint. Nee, het zou heel lief zijn van jou als je een cappuccino wil maken voor mij, schatje. Mwah. Jackie Music Official, dankjewel voor je donatie. Yo Enzo, beste wensen voor 2022. Dankjewel. Ik hoop dat ik in de stream iets kan winnen. Ben ondertussen met, begonnen met gamen. Nice, blijf dan vooral kijken. Wendy Denise, dankjewel voor je gifted sub aan Crea Robin. En Irisi, dankjewel voor je 2 gifted subs hier zo. Thanks, wordt gewaardeerd. Oh man, dames en heren, wat een liefde allemaal. Ik heb even geslapen op de bank ook nog vanmiddag een half uurtje. Dus je ziet dat mijn Pikachu t-shirt een beetje gekreukeld is. Sorry daarvoor. Maar hij was wel eerst gestreken. Otti Theotter en Kian Geven, dankjewel voor je gifted sub. En hier dan eventjes Jennifer Love Jerry 23. Tof dat je er weer bij bent en enorm shout-out aan jou. Dankjewel voor de 10 gifted subs. Ongelooflijk. Wat een liefde. Het is niet normaal. Het nieuwe jaar begint echt heel goed. Rosalie Breyer 17, dankjewel voor je suppie. En Kian Geven, dankjewel voor je 3 maanden sub. Oké, ik ga er even bij pakken wat ik ga doen.
Dat zei ik al, Rosalie. 9 maanden sub. Dankjewel daarvoor. Het is echt bizar, maar de 12 uur livestream die ik heb gedaan met kerst, met tweede kerstdag, wat uiteindelijk dus een 15 uur livestream is geworden. Ik heb geen eens genoeg tijd gehad, weet je dat? Ik heb tijdens die livestream geen eens gedaan wat ik allemaal wilde doen. Knoppen. En dat is echt bizar. Kiara XR, dankjewel voor je suppie. Thanks, shout-out naar jou. Ik heb daarom ook een boosterbox over. Dit is gewoon een complete nieuwe boosterbox van de nieuwe serie Fusion Strike. Er zitten 36 pakketjes in. Die gaan we openmaken. Ik heb hier de tweede box. En ik heb gewoon nog twee elite trainerboxen. En ik heb Thijs. Yeah boy. Yeah baby. Lekker bro. Hij heeft ook gewoon het shirtje aan wat ik hem heb gegeven uit New York. Ziet er goed uit bro. Ben je net wezen vissen? Ja man. Ja. Niks te vangen helaas man. Dus ik denk... Helaas. Ja, hier kunnen we wat mooie visjes uithalen. Hopelijk wat grote vissen. Dat zal wel heel erg tof zijn. Kom er gezellig bij zitten. Cool. Yari Games, dankjewel voor je suppie. Brinkie 1000, dankjewel voor de 10 euro donatie. Ga zo door. Ik hoop ook zo groot als jou te worden. Ben zelf ook gaan streamen. Brinkie 1000, succes. Zet hem op. Bij Ilse, Sarmila Engel en Mitchell Mars. Dankjewel voor je 4 maanden sub. Wordt gewaardeerd. Ongelooflijk wat een hype dit is. Wij gaan er even voor zorgen dat we jullie gaan entertainen met wat Pokémon pakjes. Maar misschien is het leuk om de stream even te beginnen met een spelletje waarvan ik denk dat Thijs dat wel echt hilarisch zal vinden. Ik zal sowieso even ervoor zorgen dat de mic wat harder staat. Dan kunnen ze ons allebei horen. Kaboom, kaboom, kaboom. Zo, ik denk dat we nu al goed te horen zijn. Mark Car Photography, dankjewel dat je weer bij bent, man. Jij ook beste wensen. Linda95x, dankjewel voor je gifted sub aan Chrisanne. En Jennifer Love Jerry, dankjewel voor de 10 gifted subs. Wordt enorm gewaardeerd. Dankjewel voor je love. En dan hebben we ook nog eens eventjes Waylon1124 met het suppie via Prime. Dankjewel daarvoor. We gaan even een spelletje opstarten. Ik ben echt benieuwd. Kijk, jij bent geen gamer, hè? Er is één spelletje waar ik de laatste tijd weer aan doen ben. En dat is... Rocket League. Nee! Serieus? Meen je dat? Ja, bro. Oh, dat vind ik zo leuk om te horen. Ja, echt, bro. Ik vind het spel zo leuk. Ik ben zo van het team. Bro, waar speel je dat op? Ik speel bij vrienden. Dus dan is het meestal of op PlayStation of op Xbox. Maar je speelt het niet thuis? Nee. Ik heb thuis geen gamma's. Je hebt geen games thuis? Nee. Oh, damn. Oké, dat vind ik wel heel erg leuk. Want ik heb Rocket League heb ik zelf ook nog gedaan laatst. Star Queen, dankjewel voor je 5 euro donatie. Leuk dat je er weer bij bent. Thijs is de Uno Boy. Ik ben 6 maanden sub. Dankjewel, Star Queen. Julian, dankjewel voor je suppie via Prime. Oké, dus dit gaan we later even openmaken. Maar nu gaan we eerst eventjes naar een heel erg leuk spelletje. Althans, ik heb het eigenlijk echt amper gespeeld. Maar ik speelde het laatst met Milan. Ik ga nog niet kijken. Oh, heb je het nog niet gezien? Nee. Ik typte het al in. Nee, maar ik heb niks gezien. Show me the goods, baby. Oké, dit wordt wel echt lach, hoor. Even denken of zo te kunnen. Dit zou echt lachen. Ja, wat zou het kunnen zijn? Wat denk je? Ik denk dus iets wat bij Benny past. Iets wat bij Benny past. Ja, het is wel een beetje een Benny-spel. Ja, maar dat dacht ik al. Je moet veel geluk hebben. Het is heel klungelig. Dus het is wel een beetje Benny-achtig. En ook de poppetjes lijken op Benny. Okay, eerlijk is eerlijk. Heeft het te maken met sport? Het is wel een sportief spelletje, klopt. Bro, dit ga je zo leuk vinden. Zal ik kijken? Ja, kijk maar. Ja, man! Vind je dat leuk? Ja, dit is een mooi spel. Ja, ik dacht echt... Goed. Jij hebt er zin in. Ja, ik heb er echt 3 keer of zo gedaan. Oh, echt? Oh, ik 1 keer. Dus jij kan mij misschien wat leren, bro. Nee, dat wil ik niet zeggen. Je bent de gamer hier. Oké, we gaan er in ieder geval voor zorgen dat jullie leuke content krijgen. Dat is 1 ding in ieder geval wat zeker is. Baas Balde, dankjewel voor je sub. Jeroen Braam, Serix1997 en GDD-tuber. En Toxic Skill. Toxic Skill, are you serious? Toxic. 30 gifted subs. Oh my god, 30 gifted subs. Dankjewel, Toxic.